Marlon Dorn, ex-drugsverslaafde en inwonende van Stichting De Stem, is vandaag afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij heeft met succes zijn thesis verdedigd met als titel De ontwikkeling van de aansprakelijkheid van de veroorzaker van een aanrijding naar huidig en toekomend recht. Dorn wil zijn bijdrage leveren om het regedrag van de samenleving te verbeteren. Ik ben een alleenstaande vader. Ik heb drie minderjarige jongens onder mijn hoede, toevertrouwd door God. En wanneer ik ze op straat stuur, hou ik soms mijn hart vast. De manier dat mensen riezen in de straat bij mij. De manier dat er in het verkeer omgegaan wordt. De manier dat er in het verkeer omgegaan wordt met mensenlevens. Ik had als doel een onderzoek te doen om te kijken op welke wijze we meer verantwoordelijkheid kunnen afdwingen van weggebruikers, van gemotoriseerde weggebruikers, met name van autobestuurders. Dat het roekeloos regedag een beetje aan banden gelegd wordt. Dorn vindt dat de wetgeving veranderd moet worden. Sinds 2007 ligt er een concept burgerlijk wetboek klaar in de Nationale Assemblée. Daarin zijn er bepaalde veranderingen in de wet aangebracht waarbij de aansprakelijkheid van iemand die een aanrijding veroorzaakt verhoogd wordt. Hij vindt verder dat er momenteel geen wet is die bromfietsers verplicht een rijbewijs te hebben. Misschien moeten ze wel verplichten daartoe, zodat ze ook weten hoe het hoort in het verkeer. Dorn heeft zijn mastertitel gehaald als intern bij Stichting De Stem, een christelijk rehabilitatiecentrum voor drugsverslaafden.